Fijn dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag, paragraaf 2.2, die gaat over neutraal Nederland in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Nederland koos ervoor om in de Eerste Wereldoorlog neutraal te zijn. Dat betekende dat Nederland geen kant koos. België wilde ook niet per se meedoen aan de oorlog, maar de Duitsers trokken met het von plan door België heen. En de Duitsers gingen echt flink een keer tegen de Belgen, want de Belgen die verzetten zich tegen de Duitsers, die vochten terug. En daar waren de Duitsers niet van gediend. En dat kan je er eigenlijk het beste zien in het plaatsje Vizé. In het plaatsje Vizé zijn zo'n 600 huizen afgebrand. Zijn er behoorlijk wat mensen doodgeschoten. 38. En later nog eens 72 mensen. Waarmee de Duitsers wilden laten zien. Wij laten niet met ons zolle, Je moet ons niet proberen tegen te houden. Met als belangrijk gevolg dat heel veel mensen uit België op de vlucht sloegen. In totaal. Een miljoen mensen die ja, in Nederland aanklopten om hier te mogen verblijven. En nou, als je bedenkt hoeveel Nederlanders er woonden in ons land op dat moment. Iets meer dan 6 miljoen inwoners, dan is dat bizar. En als je dat aan deze tijd om zou zetten, dan zou dat betekenen dat we meer dan 3 miljoen mensen hebben die voor de poort staan te wachten. Nou, je hebt misschien een beetje de afgelopen maanden gevolgd wat er gebeurt als er een aantal tienduizenden Oekraïners op de. Bij de grens staan, ja, dan hebben we al een, een probleem om die mensen te huisvesten. Laat staan als dat er 3 miljoen zouden zijn. Nou, de regering koos ervoor om die vluchtelingen te verspreiden door heel Nederland. En overal werd gevraagd aan de burgers: Heb je nog een gebouw leeg staan? Of kunnen we misschien de kantine gebruiken van de sportvereniging? Een lege school. En op die manier werden de Belgen opgevangen. En een behoorlijk aantal van die Belgen ging na een aantal maanden weer terug naar België. Maar er zijn ook nog een aantal honderdduizenden geweest die hier tot ja, na de oorlog bleven. Dat Nederland dus geen kant koos zou je zeggen dat we weinig merkten van de oorlog behalve dan die Belgische vluchtelingen. Maar dat klopte ook niet helemaal. Nederland dacht nou, we doen sowieso niet mee want we kunnen eigenlijk alleen maar verliezen. Ons leger is niet sterk genoeg. We hebben als klein land helemaal niks te winnen als we meedoen aan zo'n oorlog. En ook Duitsland en aan de andere kant Frankrijk en Engeland dachten het is wel handig als Nederland neutraal blijft. Want dan kunnen we blijven handelen, kunnen we spullen blijven inkopen en op die manier ja, hebben we er eigenlijk beide iets aan. Maar Nederland mobiliseerde wel het leger. Dat houdt in dat heel veel jongens zich moesten melden eh, bij de dichtstbijzijnde kazerne om toch in dienst te gaan. En Nederland stationeerde op verschillende plekken soldaten eh, om eventueel bij een oorlog toch in te kunnen grijpen. Maar heel veel van die soldaten werden expres niet bij de grens gepositioneerd, maar bijvoorbeeld bij de belangrijke steden in de Randstad. Omdat de Nederlanders wilden voorkomen dat misschien soldaten toch begonnen met schieten en dat er dan echt een oorlog zou losbarsten als er bijvoorbeeld Duitsers in de buurt van de grens zouden zijn. 200.000 soldaten is best wel veel. Dat betekent ook echt dat sommige fabrieken stil komen te liggen, dat heel veel gezinnen thuis hun vader of man missen. En het heeft toch best wel veel effect op Nederland. Wat we verder zien is dat er dus handelsbelemmeringen waren door de Duitsers. We hebben het in de vorige video al gehad over de onbeperkte duikbotenoorlog die de Duitsers voeren. En daardoor was er een tekort, was er een schaarste aan bepaalde producten. Denk dan aan steenkool of denk aan andere soorten van voedsel. En daarom merkte je ook in Nederland wel de effecten van de oorlog. Er werd daarom een distributiesysteem ingevoerd. En dat houdt in dat je eten alleen maar kan krijgen met behulp van bondkaartjes. Ik zeg er even eerlijk bij, deze afbeelding is niet van de Eerste, maar van de Tweede Wereldoorlog. Maar ik kon geen afbeelding vinden van bonkaarten uit de Eerste Wereldoorlog. Maar het principe is hetzelfde: je kan geen voedsel meer kopen voor eten, maar je moet er een bonnetje voor inleveren. En op die manier kan het voedsel eerlijker worden verdeeld. Dat betekent dat als jij als gezin vijf kinderen had, dan kreeg je bijvoorbeeld vijf bonnetjes. En als je als gezin drie kinderen had, kreeg je maar drie bonnetjes. En dat zorgt ervoor dat niet Pietje die toevallig vet veel geld had al het brood opkocht of al het boter opkocht en de rest daardoor niet meer te eten had. Je ziet dat door die schaarste en door de wat andere problemen die er waren rond de Eerste Wereldoorlog, dat er wel wat onrust ontstaat in Nederland. Er worden bijvoorbeeld ook boten die naar Duitsland gaan worden erg geplunderd. Er zijn soldaten die soms ook uit verveling of in ieder geval uit boosheid over wat er gebeurt, bijvoorbeeld barakken in brand staken. Uh, en er waren ook arbeiders die zeiden, nou, wij gaan niet meer staken, want we moeten hetzelfde werk doen met minder arbeiders. Want heel veel van onze uh, vrienden of andere collega's die zijn naar het front toe, die zijn gemobiliseerd. En dan komen we op 12 november 1918. Dan besluit Pieter Jelle Strolstra, waar je misschien van het hoofdstuk 1 nog uh, iets van weet, de leider van de SDAP, die besluit om de revolutie uit te roepen. Een beetje hetzelfde als wat Lenin in Rusland een jaar ervoor had gedaan. Daar gaan we nog iets uitgebreider over hebben. Um, en hij denkt dat in Nederland de mensen wel in opstand willen komen tegen de regering en tegen de koningin. En op een groot plein houdt hij een toespraak waarin hij oproept om de wapens te grijpen en oproept tot een revolutie. Maar dat mislukt, want het enige wat er gebeurt is dat mensen een beetje vreemd opkijken en denken: hé, wat is er aan de hand? De politie uh, grijpt in, pakt de Pieter Jelle stroelstra op en de poging mislukt dus. Je ziet dat de burgers veel te trouw zijn aan Wilhelmina en helemaal niet zo ja, onrustig zijn als dat Toelstra dacht. Oké, okay, er is onrust, oké, okay, er is gemor. Maar het is niet zo dat mensen echt de wapens willen grijpen en de regering omver willen werpen. Je ziet wel dat er meer aandacht komt voor de rechten van arbeiders. En vanaf 1918 zie je dat er al snel een aantal wetten worden ingevoerd, namelijk de acht werkdag. vinden we nu heel normaal, maar dat vonden ze toen heel bijzonder. En er kwam een, ja, daar komt hij, een vrije zaterdagmiddag, wat betekende dat arbeiders op zaterdagmiddag iets voor zichzelf konden gaan doen. Je ziet ook dat er in de politiek andere belangrijke besluiten worden genomen. We hebben het al eerder gehad over de schoolstrijd. En je ziet dat door de oorlog dat mensen wat aardiger voor elkaar worden, dat de tegenstellingen wat minder scherp worden. We zitten allemaal een beetje in hetzelfde schuitje zou je kunnen zeggen. En daarom sloot een aantal partijen om te gaan samenwerken. De arbeiders, de socialisten, wilden al heel lang algemeen mannenkiesrecht. Wat betekende dat mannen zouden mogen stemmen. ongeacht de hoeveelheid belasting die ze betaalden. De conventionelen, de protestanten en de katholieken zijn dat. die wilden heel graag, dat was de schoolstrijd. geld voor bijzondere scholen. zodat elk kind ook gratis naar een katholieke of een protestantse school kon gaan. Maar ze hadden niet genoeg stemmen in de Tweede Kamer. Dus dat besloten ze met elkaar af te spreken. in tijden van oorlog, hè, waarbij je toch gaat samenwerken. De arbeiders die spraken af om de schoolstrijd te steunen, dus geld voor bijzondere scholen. En de conventionelen die spraken af te stemmen voor het wetsvoorstel voor algemeen kiesrecht. En zo kwam er in 1917 de pacificatie van 1917. Pacificatie betekent vrede sluiten. En in 1917 worden er dus twee belangrijke veranderingen in de wet opgenomen, namelijk alle mannen boven de, ik dacht 21 of zo, die mogen stemmen en alle scholen of ze nou openbaar zijn of bijzonder en bijzonder is dan christelijk, alle scholen krijgen geld van de overheid. En dan tot slot wordt er in 1917 nog een andere hele belangrijke wet aangepast. Dat is een verandering in het kiesstelsel. En het kiesstelsel dat is de manier hoe we onze verkiezingen regelen. We hadden namelijk altijd in Nederland of altijd vanaf 1848, dus helemaal niet altijd hadden we het districtenstelsel. Nou ik zou dit proberen zo kort uit te leggen, maar ik voeg ook een link toe van een filmpje van iemand anders. Ik weet niet van wie, maar die legt dat ook best wel duidelijk uit. Veel duidelijker dan ik nu kan doen zo bij de PowerPoint. Dus kijk dat filmpje ook vooral even. Maar dan zou ik een korte poging doen. We hadden dus een districtenstelsel, waarmee Nederland wordt ingedeeld in, nou, laten we zeggen, 100 districten. En in elk district komt er één iemand naar Den Haag. Dat betekent dat je na de verkiezingen bijvoorbeeld 100 man in Den Haag gaat zitten. Dat klopte niet helemaal, maar even voor het voorbeeld. Dan kon het dus zijn dat bijvoorbeeld Pietje zich verkiesbaar stelde en dat Kees zich verkiesbaar stelde. Pietje kreeg 60% van de stemmen en Kees kreeg 40% van de stemmen. Dan had Kees pech, want Pietje had de meeste stemmen, dus Pietje werd gekozen. Nou, het belangrijke voordeel is dan dat er uit elke regio, uit heel Nederland, altijd iemand in de Kamer zit. Er zit iemand uit Assen, er zit iemand uit Groningen, er zit iemand uit Emmen. En je weet dus dat iemand opkomt voor de belangen van het dorp of van de stad of van de regio. Het grootste nadeel is dat de persoon die 40% van de stemmen krijgt, in dit geval Kees, dat die persoon niet naar Den Haag toe mag en dat de belangen die hij wil vertegenwoordigen voor een bepaalde groep of voor een dorp, dat die niet worden gehoord in, in Den Haag. Dus dat betekent een soort van de ja, winner takes it all principe en de verliezers hebben dan maar pech, die krijgen helemaal niks. Dat is dus de strikte stelsel. En dat vonden heel veel mensen best wel oneerlijk. Dus kiezen ze voor een ander systeem. En dat systeem klinkt heel ingewikkeld, maar is eigenlijk veel makkelijker. Het systeem van de evenredige vertegenwoordiging. En dat systeem kennen we nu nog steeds. Ze tellen alle stemmen uit het hele land bij elkaar op. En als dan 20% van de mensen op een partij stemt, dan krijgt die partij ook 20% van de zetels. Nou, op dit moment hebben wij in de Tweede Kamer 150 zetels. En op het moment dat uh, ja, een partij 20% van die 150 zetels haalt, dan krijgt die partij 30 zetels. En zo gaan er bijna geen stemmen verloren. Dus dat lijkt een heel mooi en eerlijk systeem. Het is qua stemmen in ieder geval een stukje eerlijker. Je hebt dan wel weer een nadeel dat er soms heel veel mensen uit de grote steden in de Tweede Kamer zitten. En dus niet zoveel mensen van het platteland. Dus mensen op het platteland het gevoel hebben dat ze niet meer zo worden gehoord. Iets wat je de laatste tijd wel veel hoort. En dat is wel weer een nadeel van het systeem van evenredige vertegenwoordiging. We stoppen dus met het districtenstelsel en we gaan naar het systeem van de evenredige vertegenwoordiging toe. Het is handig en ook belangrijk dat je een voor- en een nadeel van beide systemen kan noemen en dat je ook weet wanneer de verandering van het systeem plaatsvond. Nou, tot zover deze video, een stukje korter dan de eerste van dit hoofdstuk. Um, heb je vragen, laat het vooral weten. Dankjewel voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende keer.